Dit is Mystère Media. We hebben een serie programma's over psyche en psychedelica. We leven in een tijd op dit moment waarin drugs een onderdeel zijn geworden van onze maatschappij. En we willen ouders en kinderen informatie geven wat er eigenlijk voor drugs zijn, hoe je drugs kunt gebruiken als je ze al wilt gebruiken. En vandaar dat we dit programma doen, zodat wij als vaders en moeders niet met onze mond vol tanden staan en ook niet in de ontkenning schieten dat drugs niet in onze maatschappij aanwezig zouden zijn en zeker niet dat onze kinderen het niet zouden gebruiken. Kinderen gebruiken drugs niet alleen maar om als escapisme. Hè? Kinderen gebruiken drugs omdat het bij een nieuw wereldbeeld gaat horen of al behoort, laat ik het zo zeggen. Ik zelf organiseer workshops om ouders een open dialoog, om met elkaar een open dialoog aan te gaan. Om onze kinderen beter te kunnen inlichten, om een goede communicatie met onze kinderen te krijgen. Zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren. Vandaag hebben we bij ons Teerza Bottema. En Teerza is een antropologe. Ze is 29 jaar en heeft onderzoek gedaan op het gebied van drugs en voedingssupplementen, dus drugs en nutrients. Ze heeft daar een scriptie over geschreven, ze heeft veldonderzoek gedaan en we gaan met haar praten vandaag en eens kijken of we wat dichter bij u komen wat betreft de verschillende begrippen en het drugspatroon. Teerza. Ja. Fijn dat je er bent. Dankjewel, ik vind het ook leuk. Ja. Luister, House is een begrip in deze tijd en veel ouders hebben dat wel eens gehoord, maar weten waarschijnlijk niet eens wat dat nou inhoudelijk betekent. Wat is house? Dat valt niet met één, daar kun je niet één antwoord op geven. Er is niet één house. Je hebt binnen house een heel stel substromingen, met ieder een eigen drugsgebruik. En kijk op de functie van house. En ik heb zelf binnen één subscene van house, namelijk de trance scene in Amsterdam, onderzoek gedaan. Ja. Maar je hebt daarnaast ook gabber, club, ja, techno, allerlei soorten culturen. Moet je luisteren, vertel nou eens wat. Oké, je hebt één scene, dat is de house scene. Over welke leeftijdsgroep hebben we dan? De scene waar ik onderzoek in gedaan heb is een wat oudere leeftijdscategorie. Dat varieert echt tussen de 18 en de 30 jaar. Maar kijk je bijvoorbeeld naar de gabbers scene, dan zitten heel veel 16, 17-jarige jongeren, echt middelbare scholieren, zitten daarin. Dus dat verschilt ook echt weer per subcultuur. Ja. En goed, we hebben dus de house. Je hoort altijd van house parties. We gaan naar een house party. En die kinderen die gaan er naartoe. En dan hoor je, op de een of andere manier denk je van dat er allerlei vreemde drugs gebeuren. Goed, je hebt de house scene. Dat zijn mensen van 18 tot 30. Waar ik gezeten heb in de trance scene, dat is meestal zijn tussen de 18 en de 30. Ja. Je noemt dat een trance scene. Ze noemen zich trance. Ja, trance is een beetje een overkoepelende term voor die subcultuur binnen de house. En binnen die trance scene heb je weer de goa en de hardcore. Maar dat is niet in allerlei, dat is niet concreet in te delen. Wat betekent dat, trance? Waarom noemt men zich trance? Het zegt iets over het wereldbeeld van die gebruikers. En over, het zegt iets over de drugs. Ja. En over de muziek. En over hun ideeën daarbij. De drugs, vooral ecstasy, maar ook andere hallucinerende middelen die ze gebruiken, brengen hun al in een soort van trance. Ik ga je even vragen, welke hallucinerende middelen zijn er in de trance scene? Nou, dat zijn er een hele hoop. Uh-huh. En ik moet zeggen dat mijn onderzoek heeft een jaar geleden plaatsgevonden. En er zijn ontzettend veel veranderingen, dat gaat heel snel. Maar de meest voorkomende drugs, dat zijn toch ecstasy, LSD, verschillende soorten paddenstoelen. En daarnaast, wat wordt er nog meer gebruikt? Allerlei soorten herbal drankjes die je gewoon bij paddo-shops kunt krijgen. Mm-hmm. En heel af en toe een beetje coke, maar niet veel. Het wereldbeeld van de housers, van de transers, wat is dat? Wat? Vertel eens. Nou, over het algemeen, je hebt niet iedereen heeft dezelfde ideeën. Maar over het algemeen streven die transers na om eigenlijk gewoon
gewoon te beginnen bij zichzelf. Ze zijn niet politiek in de zin van bijvoorbeeld punkers die zich concreet ergens tegen afzetten. Mm-hmm. Nee, ze hebben een ideologie waar ze zeggen van het enige wat wij kunnen doen is beginnen bij onszelf. En wat moeten we zelf doen? Aardig zijn tegen elkaar, lief zijn tegen elkaar. Gewoon je eigen ideeën nastreven. En zorgen dat je weer een beetje respect krijgt voor anderen en de natuur en gewoon de hele wereld. Dat is eigenlijk heel in het kort waar het om gaat. En zij gebruiken die drugs als hulpmiddel daarbij. Je hebt het over de technologie. Zij hebben het daar ook over. Ja. Jij praat over zelfs over het inluiden van een nieuw tijdperk. Ja, ja, dat klopt. Wat je ziet, transers die verzetten zich een beetje ook. Zijn eigenlijk, ze zetten zich af tegen de technologische wereld van nu. Ze vinden die te kil. Te eenzijdig gericht op materialisme, op carrière. Maar ze gebruiken zelf ook heel erg. Ze maken zelf ook gebruik van die technologie. En ze vermenselijken eigenlijk de technologie door die te verbinden aan gevoelens en emoties van samenhorigheid, van liefde, van aardig zijn. Mm-hmm. En op die manier vermenselijken ze eigenlijk de technologie en plaatsen ze zichzelf op een manier waarin ze zich prettig voelen binnen die technologie. En dat is een manier van denken en doen die ook buiten huis steeds meer zichtbaar zal gaan worden, denk ik. Hmm. En dat is dan een nieuwe inleiding van het tijdperk, ja. Dat de technologie te kil en te koud. Die is te eenzijdig geweest en mensen krijgen toch de behoefte gewoon een stukje samenhorigheid en warmte. Mm-hmm. En ze gebruiken daar die technologie bij. Dus die technologie krijgt andere functies. En dat wordt op hele extreme wijze, ja, zoals jongerencultuur betaamt, door die housers gedaan met die drugs. Mm-hmm. Je hebt zelf ook een ecstasy gebruikt binnen jouw onderzoek. Ja. Je hebt onderzoek gedaan, dus dan kan ik me voorstellen dat je niet alleen maar als observeren daarbij wilt zijn, maar ook zegt van nou, ik wil weten wat dat betekent. Ja. Wat is jouw ervaring? Een hele persoonlijke ervaring. Je bent 29. Hè, en jij bent in deze maatschappij op dit moment. En je ziet mm-hmm. ook dat er. Hè, aan de ene kant heb je een studie gedaan. En aan de andere kant zie je ook een wereld van jongeren die drugs gebruiken. Wat heeft dat voor jou betekend? Ik heb dus een paar keer inderdaad ecstasy gebruikt. Binnen dat onderzoek had het inderdaad ook echt een functionele waarde. Mm-hmm. Om echt meer. Een soort van openheid vanuit die houser zelf te scheppen. En voor mij is die ecstasy, die werkt gewoon heel. Die maakt je open. Die maakt je heel warm. En iedereen is lief en aardig. Mm-hmm. En je wordt er gewoon. Het is een hele sociale druk. Mm-hmm. Het is een druk. Ze noemen het wel de druk van de hartchakra. En zo zou je het ook kunnen noemen. Je wordt er gewoon heel warm, lief en aardig van. Ja. En ze noemen het ook wel de hukknuk. Het is ook echt een knuffeldrug. De hukdrug. De hukdrug. Ja, okay. Het is een knuffeldrug. Dus knuffelen staat ook wel centraal. Mm-hmm. Maar daar wordt door buitenstaanders heel erg, wordt daar meteen mm-hmm. verbonden aan seks. Maar dat hoeft absoluut niet. Het is mm-hmm. juist gewoon eigenlijk een soort van liefde. Ja. En daar gaat het om. Ja. En heeft dat te maken, je haalt ook in je scriptie haal je aan iets over een dame, Carol Adams, die heeft geschreven de sexual, wat was het? De sexual, Politics of Meat. Oké. Okay. En wat zij met name aankaart, hè, omdat je ook voeding en drugs, wat binnen die wereld ook heel sterk gecombineerd wordt. Men schijnt ook heel gezond of heel bewust bezig te zijn met voeding. Ja. Is dat vrouwelijke aspect. He, waar met name de jongeren tegenwoordig ook zo naar schijnen te zoeken. He, dus de verbinding tussen dat mannelijke en dat vrouwelijke aspect. Technologie, dat mannelijke, he, dat sterk patriarchale aspect. En drugs die meer het vrouwelijke aspect dan vertegenwoordigen. Ja, daarom het is geen toeval dat deze drug net nu populair is. Het is, kijk, die drugs geeft je een warm gevoel. Daarnaast wordt die ideologie daaraan verbonden. Waardoor dat warme gevoel eigenlijk nog meer verbonden wordt met samenhorigheid. En
Het is geen toeval dat het een drugs is die door de technologie... Het is een chemische drugs in een laboratorium gemaakt... Mm-hmm. die warme gevoelens schept. En dat is geen toeval. Daarmee wordt eigenlijk de technologie... Dus wat voorheen als mannelijk te boek staat... En vaak toch kil. Computers zijn ook doods, kil. Dat wordt gebonden met gevoelens van saamhorigheid, warmte. En daarmee krijgt het een andere functie. En dat is, in dat opzicht is het ook te vergelijken met wat die Carol Adams schrijft. Alleen bij haar, Carol Adams, die schrijft over vegetariërs. Dat die geen vlees eten omdat ze zich verzetten tegen de patriarchale mannelijke samenleving. Wat gebeurt er bij die trans scene? Ze gebruiken wel die technologische middelen. Maar, dus dat mannelijke. Maar, daarnaast verbinden ze dat met warme, intieme, lieve gevoelens en natuurlijke drugs. Dus paddenstoelen en dat soort dingen. Dus ze mogen allebei. En ze willen daar eigenlijk, willen ze daarmee uitdrukken dat zowel de mannelijke aspecten als de vrouwelijke aspecten allebei onderdeel moeten zijn van het leven. Ja, en dat gebeurt op een manier die ja, voor veel buitenstaanders en waar ik zelf ook iets heb van, nou, daar moet je voorzichtig mee zijn. Mm-hmm. Want drugs is gif. Maar de symboolfunctie is gewoon die. En die kan werken. Is drugs nou gif? Zijn drugs gif? Ik denk lichamelijk gezien wel. Mm-hmm. Voor mij zijn drugs gewoon voor je lichaam altijd gif. Mm-hmm. Ze kunnen als een symboolfunctie krijgen, waardoor ze een bepaalde betekenis krijgen, maar die leggen wij op die drugs. Mm-hmm. Of de gebruiker kan die op die drugs leggen, waardoor ze toch, mits in een bepaalde situatie gebruikt, een positief effect kunnen hebben. Maar het blijft altijd gif en je moet er altijd voorzichtig mee zijn. Binnen die scene schijnt het ook zo te zijn dat er heel veel vitamine gebruikt worden. Dus voor het drugsgebruik of na het drugsgebruik neemt men vitamine E en multivitaminen en wat heb je nog meer? L-tryptofaan. Nou, je hebt een hele rattenplan aan middelen. Er zijn ook weer allerlei nieuwe middelen op de markt die echt heel specifiek gericht zijn op de neveneffecten van de drugs. Maar dat schijnt dus zo te zijn dat ze dus een kennis hebben, hè, over de chemische werking van drugs en de opheffing van het gif. Wat nou zo specifiek schijnt te zijn aan die trans scene. Ja, dat is een hele grote kennis. Ze weten echt veel meer over de uitwerking van die middelen dan dat wij over ons eigen voedsel weten wat wij naar binnen nemen. Mm-hmm. En ze maken daar ook actief gebruik van inderdaad door naast die drugs andere middelen te nemen die specifiek op de gezondheid gericht zijn. Daar zit echter wel een gevaar aan, vind ik. Ja. Het kan een rechtvaardiging van het een toch wat excessiever gebruik van die drugs geven. Ja, ja. Dat ze dan toch structureel die drugs gaan slikken. Ja. En dan daarnaast maar die andere middelen slikken. En daarmee is het dan zogenaamd opgeheven. En dat is iets, daar moet je gewoon, daar moet je gewoon voorzichtig mee zijn. Maar mits gewoon met mate en echt verstand gebruikt, kan het gewoon zijn nut hebben om die andere producten te slikken. Heeft het zijn nut, hè? Ik bedoel, we praten over door middel van drugs, hè, krijg je dus, is het mogelijk om contact te maken met diepere bewustzijnslagen. Mm-hmm. Als ik jou nou vraag, vertel me daar eens wat over. Diepere bewustzijnslagen. Wat zijn jongeren dan aan doen? Ja, voor mij is persoonlijk die diepere bewustzijnslagen, ik vind dat daar een meerwaarde aan geplakt wordt. Mm-hmm. Dan dat het concreet is. Als ik nou kijk naar mijn eigen ervaring daarin, dan is het gewoon dat bepaalde emoties en gevoelens die normaal niet zo nadrukkelijk naar boven komen, die worden gewoon op een hele extreme manier tot uitdrukking gebracht. Dat kan een vertigvoudiging zijn van die emoties. Het kan ook een bepaalde vervorming zijn van een emotie. Mm-hmm. Binnen die trans scene zeggen ze dus, heeft dat gewoon hele duidelijke
betekenis. Want zij zeggen dus dat die drugs inderdaad hun in contact brengt met bewustzijnlagen die ze normaal niet kenden. En waardoor ze daarna weer in staat zijn om zonder die drugs ook mee in aanraking te komen. En dat zijn bewustzijnslagen die vaak te maken hebben met inderdaad het durven uiten van gevoelens, van liefdes, van genegenheid. Openheid ten opzichte van anderen. Het accepteren van mensen met andere ideeën. Dus een soort van holistisch idee van verbondenheid met het grote geheel, met mensen uit verschillende, van verschillende culturen. Dus je zou al kunnen zeggen, wat ik dan hoor, zo wat je zegt, is kinderen die. We leven natuurlijk in een patriarchale maatschappij nog steeds. Mm-hmm. Dus de uiting van warmte, van liefde, emoties, waar mannen toch wat meer moeite mee hebben, heeft zich wat meer gespiegeld, zeg maar, in onze maatschappij. Ja. Dat betekent dus dat al die ingehouden emoties door middel van ecstasy aan de surface kunnen komen en makkelijker geuit kunnen worden. Dat is wat ik jou hoor zeggen. Ook. Ecstasy kan gebruikt worden als hulpmiddel daarbij. Of het wordt gebruikt als hulpmiddel daarbij. Maar mits aan die betekenis verbonden. Want bijvoorbeeld bij de gabberscene, voor zover ik dat weet. Even terug naar de gab. De gabberscene is een scene van vooral jongeren, middelbare scholieren. Hoe oud zijn ze? 16, 17 jaar. Die, waar vooral het hartgaan belangrijk is. Het? En hartgaan. Het gewoon, wat bedoel je met hartgaan? Ja, dat is een kritische zelf gebruiken. Die willen de hele nacht doorgaan en lekker de hele nacht dansen. En gewoon met z'n allen, het liefst een hele grote groep, 1000 man of meer, gewoon feesten. En daar is niet de nadruk op dat bewustzijn, maar ze gebruiken wel ecstasy. En daar zie je dus in dat verschil tussen die twee scenes, zie je dus heel duidelijk dat de betekenis die zelf daaraan verbonden wordt, en de context waarin die drugs gebruikt wordt, ook de uitwerking bepaalt. Maar wat ik zie bijvoorbeeld bij die gabbers zien, als ik die jongens en meisjes zie, het is heel staccato dansen, vooral heel, maar ook de ingehouden emotie die er eigenlijk, die je ook eronder ligt, het niet kunnen uiten en niet kunnen vloeien met emoties, dat via die staccato en dat hele fysieke, lichamelijk, toch ook een uitweg zoekt. Ja, maar ze gebruiken wel ecstasy en toch komt dan die emotie er waarschijnlijk niet uit. Ik weet trouwens te weinig over de gabber scene om daar met echt veel over te zeggen. Ja. Maar daaruit blijft voor mij dan weer duidelijk dat het dus niet alleen die drugs is, maar ook jouw eigen idee en datgene wat je er zelf mee wilt. Ja. Wat de uitwerking geeft. En de uitwerking kan inderdaad, als je dat zelf wil en in de juiste context, kan mensen opener maken. Ja. En kan mensen inderdaad in contact brengen met gevoelens. Maar dat moet ook gewoon los van ecstasy kunnen. Ja, ecstasy is wat je zegt, kan een hulpmiddel zijn. Mm-hmm. Het kan een opener zijn. Vind jij nou dat bijvoorbeeld op die houseparties er een gebrek is aan emotionele begeleiding? Op de houseparties waar ik zelf onderzoek gedaan heb, daar is ontzettend veel, die mensen hebben heel veel kennis daarover. Die hebben zelf ontzettend veel daarover gelezen en die begeleiden elkaar. Die zijn zelf heel goed op de hoogte en de meeste mensen die kennen elkaar en die houden elkaar ook goed in de gaten. Als er iets misgaat, dan is er altijd wel iemand, het is een ontzettend sociaal bewogen groep en dat hoort ook bij die scene. Dus ze zijn voortdurend aan het checken bij elkaar van, goh, hoe gaat het? Als het niet goed gaat, nou, dan komt er meteen iemand die de ander opvangt. Dus daar binnen die scene is dat niet zo nodig. Maar ik denk als je op grotere festijnen, binnen andere scenes, dat het misschien wel van nut zou kunnen zijn. En vooral bijvoorbeeld onder de groep gabbers, wat toch kinderen zijn vanaf 13 jaar, heb ik begrepen al. Ja, dat schijnt echt al, inderdaad, dat er al hele jonge kinderen zijn. Ja, daar zou het denk ik van nut kunnen zijn. Maar dan moet je dus wel weer kijken op je manier van benadering. Omdat ze zelf weer een andere invalshoek hebben bij die drugs. Ja. Dus dan moet je vanuit hun invalshoek moet je daarop inspelen. Ja.
Want... Nou, denken vaders en moeders, hè, die denken altijd van, nou, ik bedoel, er is wel veel voorlichting op scholen. Er is voorlichting op scholen over drugs. Toch vaak nog met de vinger van, je moet oppassen, het is gevaarlijk. Hè, er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hard drugs en soft drugs bijvoorbeeld. Ouders denken over het algemeen, mijn kinderen doen daar niet aan mee. Ik heb dat zelf gemerkt. Ik heb met leeftijdsgroepen gesproken. En met kinderen waarin ik ook met mijn oren stond te klammen. Dat van deze kinderen zitten al aan de drugs. Ja. Weten hun ouders dat eigenlijk wel? Nee, hun ouders weten dat helemaal niet. Omdat ik een vertrouwensrelatie met die kinderen had opgebouwd, vertelden ze mij wel wat er zo een beetje aan de gang is. Met name daarom ben ik geïnteresseerd geraakt in voorlichting. He, en met ouders iets, ja, ik voel me bijna als een soort collectief ouderschap of zo. Dat we allemaal voor onze kinderen moeten gaan zorgen en goed voorlichting moeten gaan geven. En ook betrokken zijn dat als ze willen gebruiken, in welke omgeving doe je dat dan? Heb je kennis van zaken? Maar ouders denken over het algemeen, mijn kinderen gebruiken dat niet. Kinderen die in een lagere sociale klasse zitten gebruiken dat. Kinderen die in de uitkering zitten, mensen die in uitkering, dus kinderen die zich vervelen. Maar mijn kinderen die een studie doen, die zijn daar niet mee bezig. Er zijn heel veel kinderen en adolescenten, zullen we maar zeggen, die een normaal bestaan leiden. Dus die een studie doen, die werk hebben. Dat klopt binnen de scene waar ik zelf onderzoek gedaan heb. Dat waren vrijwel alleen maar studenten. Heel veel universiteit. Ja. En werkende jongeren. En vaak ook wel met redelijk goede banen. Dat tref je echt onder alle lagen van de bevolking tref je dat aan. Binnen de jongere culturen zijn die drugs, wat het sigaretje en het alcohol, de alcohol vroeger was. Dat is gewoon een hele trend en dat tref je overal aan. En nou is het in de steden meer dan buiten de steden. Maar het is iets wat zeker niet aan één bepaalde onderlaag van de samenleving te koppelen is. Je hebt boeken gelezen van grote mensen als Tim Leary, die LSD als het ware hebben geïntroduceerd. Shulgin, die de ecstasy heeft geïntroduceerd in onze samenleving. Je hebt hun boeken gelezen. Je schrijft in je scriptie dat jij vindt dat zij met name drugs rooskleuriger beschrijven dan wat jij daar eigenlijk van vindt. Ja, nou, rooskleurig is niet helemaal het juiste woord. Uh-huh. Maar voor mij is het, wat ik toen straks ook al een beetje duidelijk probeerde te maken, is het de betekenis die de gebruiker aan die drugs geeft, bepaalt voor een heel groot deel de uitwerking en de functie van die drug. Uh-huh. Ik bedoel, wat Timothy Leary en zo'n Shulgin zegt, inderdaad, een drug kan voor dergelijke, die kan zo'n functie hebben. Die kan inderdaad binnen hulpverlening en bij het losmaken van emoties gebruikt worden. Maar ik ben absoluut geen voorstander voor ter promotie daarvan. Ik heb zoiets van, als iemand al drugs gebruikt, dan is het handig om dergelijke ideeën te gebruiken als middel om iets in banen te leiden. Maar ik ben absoluut geen voorstander ervan om dergelijke ideeën gewoon als algemeen gemeengoed te doen. Omdat dat dan drugsgebruik in het algemeen stimuleert. En daar ben ik gewoon geen voorstander van. Dus het is een ideologie die je eraan kunt verbinden. Maar dat is de ideologie die het verbindt en niet de drug zelf. Ja. Hoe zie jij een oplossing? Ik bedoel, drugs worden gebruikt. Je ziet dus dat we, hè, met name ecstasy, wat een hartopener is. Ja. Hè, wat een hartopener. Dus er is klaarblijkelijk een onvoldoende hartopening op dit moment in deze technologische samenleving. Hoe zie jij, hè? Ik bedoel, je bent 29. Hoe zie jij dat nieuwe tijdperk ingaan? Nou, ik denk, als het op die drugs houden, in ieder geval, dan vind ik het gewoon heel belangrijk dat er bij voorlichting gewoon meer nadruk gelegd wordt op die aspecten van het drugsgebruik. Noem de aspecten. Meer de religieuze aspecten, de culturele aspecten. Dus inderdaad, die emotionele aspecten, dat gemis waar die drugs aan verbonden worden. Vind je dat er weinig op scholen als voorlichting? Ik bedoel, is er genoeg voorlichting voor ouders op scholen bijvoorbeeld? Dat begint.
Ik ben me toevallig een beetje aan het oriënteren en dat begint te komen. Dus er zijn wat projecten die langzaam maar zeker ook ouders gaan benaderen. En ook scholen gaan benaderen en mensen beginnen binnen voorlichtingsinstituten ook een beetje na te denken over die religieuze, culturele aspecten die toch wel misschien van belang zullen zijn bij drugsvoorlichting. Dat gebeurt nog nauwelijks. Ja. En ik vind dat gewoon heel belangrijk dat daar meer nadruk op komt. Ja. Dus dat mensen zich bewust worden dat ook, kijk, het is niet voor niets dat die drugs er zijn. Er is dus schijnbaar een bepaald gemis. En dat moet ook zonder die drugs verholpen kunnen worden. Maar ik denk als je om je heen kijkt dat er toch ook sowieso binnen in het algemeen een grotere belangstelling weer ontstaat. Voor het gevoelens van samenhorigheid, liefde. Kijk naar de hele New Age opkomst, dat wijst ook daarop. Ecologische kleding, ecoproducten. Het zijn allerlei dingen die toch wijzen van, hey, maatschappelijk gebeurt er wat. Mm-hmm. Mensen die hebben weer meer belangstelling voor natuur, voor sociale aspecten van het bestaan. Yoga, hoorde je vroeger nooit wat van. Nu in de Libelle zie je een artikeltje over yoga staan. Ja. Dat zijn dingen die allemaal met elkaar in wisselwerking staan. Het is ook een stukje wat jij ook schrijft over dat stukje, zeg maar, de animistische kant van mensen. Hè? Dat weer terugbrengen naar die diepste natuurlijke kern van ons. En als wat jij dan noemt pre-wetenschappelijk. Hè, ja. Met het wetenschappelijke van nu, om daar een verbinding mee te maken. Wat natuurlijk een beetje, jij als antropoloog moet het weten, in culturen als, noem maar Afrikaners, Native Americans. Hè, dat waarin het ritueel en drugsgebruik toch sterk ook met het religieuze aspect verbonden was. Ja, mensen hebben gewoon behoefte. Ja. Tenminste, veel mensen hebben toch uiteindelijk behoefte aan een religie. Een bepaalde spiritualiteit. Ze willen toch een bepaalde diepgang in het leven. Mm-hmm. En ze willen hun emoties ook gewoon kwijt. En bepaalde kernvragen waar ze gewoon een antwoord op willen. Wat er niet te geven is. Ja, en dat willen ze toch via dit soort... dat willen ze gewoon kwijt. Wat zijn voor jou kernvragen? De betekenis van het van je bestaan, het nut van het bestaan. Denk je dat oude culturen die meer wisten en beter onder tot uitdrukking kunnen brengen dan dat wij nu doen in deze westerse maatschappij? Ik denk dat het is gewoon anders. Mm-hmm. En ik denk dat je niet kunt praten over beter of meer. Ja. Ik denk dat binnen het Westen nu, bijvoorbeeld shamanen, indianen, oude culturen, gebruikt worden als symbool voor aspecten die wij missen in het eigen bestaan. En dan gaat het om het symbool en niet om hoe die mensen concreet geleefd hebben. Want vaak klopt dat niet eens helemaal met zoals die mensen concreet leven. Maar zij staan symbool voor natuurlijk, het pure, het aardse, het lief zijn, het respect hebben voor de natuur. En of ze nou concreet echt zo geleefd hebben of niet, daar kun je zelfs nog vraagtekens bij zetten. Maar ze hebben voor ons gewoon een hele duidelijke symboolfunctie. En ik denk dat als antropoloog kijk ik meer daarnaar. Jij hebt op een gegeven moment, schrijf je in je voorwoord, bedank je ouders. Ja. En mijn nieuwsgierigheid, ik las dat en toen dacht ik, wat aardig. Hoe hebben haar ouders gesteund in jouw veldwerk? Hè, want ze weten natuurlijk, ik neem aan dat je ouders ook weten dat je drugs hebt gebruikt. Ja. Hè, dat dat een onderdeel is van je onderzoek. Hoe hebben je ouders je daarbij gesteund? Wat hebben ze voor jou betekend? Ik heb heel veel respect eigenlijk voor mijn ouders. Ik vind het heel knap. Uh-huh. Want als bijvoorbeeld zeker mijn vader, die is absoluut tegen drugs. En dat daar moet hij eigenlijk heel weinig van weten. Mijn moeder is, dat is ook geen voorstander daarvan, maar die kan ze daar nog iets meer mee inleven. Uh-huh. Maar toch hebben ze een bepaald gewoon een basisvertrouwen in mij gehad. Van god, die meid die doet wel eens wat. En die is nieuwsgierig naar nu allerlei nieuwe dingen. Maar ze weet gewoon waar ze mee bezig is. En gewoon een bepaald basisvertrouwen. En dat vind ik gewoon heel knap van hun. Omdat ik toch weet dat zij
ja, gewoon hun vraagtekens bij dit soort cultuur zetten. En tot mijn stomme verbazing, toen ik gewoon meer over mijn scriptie vertelde, vonden ze het hartstikke leuk en interessant. En ze hebben me daarnaast ook gewoon nog geholpen met het schrijven van de scriptie. Financieel een beetje op het laatst ondersteund. Dus ze hebben gewoon op allerlei verschillende manieren gewoon hun vertrouwen en steun gegeven. Kon je met je ouders spreken over je ervaringen en ook je behoeftes en je bezorgdheid? Ja. Met mijn vader anders dan met mijn moeder. Mijn moeder is echt meer gewoon een gevoelsmens. Dus dan ga je toch meer over gevoelens praten. En mijn vader is wat rationeler, wat praktischer van aard. Een beetje een traditionele indeling, man-vrouw verhouding. Ja. Dus met mijn vader ging ik toch meer, ja, werd dan toch meer de praktische zaak van het geheel besproken. Ja. En hoe, wat maakte hij praktisch bijvoorbeeld? Nou ja, het functionele gebruik van mijn drugs. Waarom ik dan die drugs gebruik en waarom dat het contact met de onderzoeksgroepering vergemakkelijkte. Ja. En dat ik lang niet altijd gewoon die drugs gebruikte, gewoon maar af en toe. Ja. En dat het voor mij ook gewoon een bepaalde leeftijdsfase hoort. Werd hij ook nieuwsgierig? Wilde hij ook voorgelicht worden over bijvoorbeeld het chemische aspect van de drugs? En wat dat nou precies deed op je lichaamsprocessen? Ja, dat zou je verwachten, maar dat valt tegen. Ja, dan geeft hij eerder een... Ik heb hem er wel wat over verteld. Ja. Maar dan krijg je toch een beetje een frons van... Dit is een rechtvaardiging van een bepaald gebruik. Ja. Waar die ten dele... Ja, waar je denk ik ook wel gelijk in kan hebben. Mm-hmm. Maar hij zag wel dat het... Ja, hij heeft wel zoiets van, nou, dit is gewoon ook buiten de scene. Is het gewoon een denkwijze die je ook daarbuiten alleen dan niet zo extreem ziet. Ja, en die niet meer weg te denken is. Nee, kijk maar naar de supermarkt. Ja. Ik bedoel, bij de supermarkt zie je multivitamine-tabletten, verrijkt voedsel, Kirana. Ik bedoel, Kirana-capsules, die kun je gewoon overal kopen op het station. Ja. Op het station kun je bij de Reformwinkel kun je dat krijgen. Dat zijn producten die eerst alleen binnen scenes als de house verkrijgbaar waren. Ja. En dat wordt nu meer algemeen goed. Ja. Dus ik denk niet dat die hele sterk hallucinerende middelen algemeen goed worden. Maar gewoon het gebruik van producten die zowel de geest als de lichaam op heel specifieke wijze... daar op processen inspelen. Ik denk dat dat wel meer algemeen goed wordt. Tirza, bedankt voor je welbespraaktheid en je medewerking. Mochten de kijkers belangstelling hebben voor de scriptie van Tirza, die is bij ons te bestellen. Hij kost 7,50 gulden. En ze schrijft daar een heel aardig... Inzage geeft ze wat er binnen deze transscene zoal te beleven valt. Wat nutrients betekenen. En bedankt. Tot de volgende keer.